Het Longido-district in het noordoosten van Tanzania. Hier leven overwegend Maasai, een nomadenstam uit Oost-Afrika. Door droogte en overbevolking is dit gebied bijna alleen geschikt voor nomadische veehouderij. In de stedelijke gebieden vinden jongeren moeilijk werk door de erg lage scholingsgraad. Hallo, nice to meet you. Nice to meet you. Geertrui Windels is ambassadeur voor Trias, de Belgische ontwikkelingsorganisatie die boeren en ondernemers in het zuiden ondersteunt. Samen met haar man Herman van Rompuy opent ze het jeugdontmoetingscentrum van Mivamo Youth, even buiten de stad Arusha. De organisatie telt 200 leden en beschikt dankzij Trias over een maïsmolen. Waar deze jongeren vroeger afhankelijk waren van de verkoop van hun maïs aan de kostprijs die ze gegeven werd, kunnen ze nu zelf hun maïs verwerken en malen. This is the weighing scale. En dan kunnen we kopen maïs kilo kuba kuba. For more than 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, we use this. Dankzij de maïsmolen krijgen deze jongeren toch iets meer macht en het zorgt voor tewerkstelling. Die mensen beschikken nog over geen fondsen. Dus het minste dat je wilt uit de grond stampen, daar heb je een budget voor nodig. Het zijn die eerste budgetten die het zwaarst wegen. Met die eerste investering hier kunnen ze hebben het daarnet gezegd, dus de mensen moeten een lidmaatschap betalen, de mensen bij de verkoop van het winkeltje, de winst zal terug geïnvesteerd worden. Dus het is echt de start van een kleine economie en die heeft Trias hier absoluut gecreëerd. Op het platteland heeft Trias ook deze graanopslagplaats gebouwd, samen met de lokale partnerorganisatie PwC. De inwoners gaven 200 zakken graan, zo'n 20 ton in totaal. De bedoeling is dat het graan op elk moment beschikbaar is in de soms afgelegen dorpen. Omdat het om een coöperatieve gaat, een zogenaamde grain bank, dwingen de inwoners als groep ook betere verkoopsvoorwaarden af. To make sure that those people with the low level of living standards can also gain from the grains, that they can be sold with a reasonable price that can be different from the market price. Nevertheless, the aim is also to make a very small profit for these cooperatives, so that to make sure that people can get the food and not suffer from hunger as it was. Aliwapa ilitoa mikopo, katoa misaada ya mahindi na vile vile iliitisha seminar mbalimbali kwa ajili ya mikopo na mahindi. In Lumbwa zien we hoe microfinanciering in de praktijk werkt. Maandelijks komt deze groep vrouwen bijeen. Elk van hen moet een beperkte inbreng doen, 300 shilling, omgerekend een halve euro. Maar dus in een halve euro stelden in staat om op het eind van de maand, hebben ze dan een pot en dan mogen ze zelf afkomen van ik zou een winkeltje willen starten, of ik zou dit, of ik zou dat, of ik zou een koe willen kopen. En dus met een hele kleine inbreng kunnen die zelf iets opstarten en de winst gaat naar hen. Elke maand betalen de vrouwen een kleine bijdrage. Ze hebben een sociaal fonds en een educatief fonds. De 5 bestuursleden zitten achter een tafel. In dit koffertje zit de spaarkas. En per het bedrag dat ze inleggen, krijgen de vrouwen een stempel. Dus elke maand komen ze bijeen en geven ze eerst het sociaal fonds, dan het educatief fonds. En dan hebben ze hun boekje. Boekje dat vroeger in België ook bestond. Het boekje van de NSLK, zal ik maar zeggen, die iedereen kende. Waar dat toen de zegeltjes in geplakt werden. En hier werd een stempelje per bedrag dat ze inlegden. En dat ging dan wel over grotere. Dus dat is hun spaarboekje, dat is hun spaargeld. Werd er dan allemaal mooi in opgenomen. Dat gaat in een kas met 3 sloten aan, 3 malsloten aan. 3 verschillende vrouwen hebben de sleutel. En die kassa gaat elke dag bij iemand anders op logement, zal ik maar zeggen. Maar er wordt nooit geweten bij wie die is. En dus niemand kan die kassa alleen open doen. Dus die 3 vrouwen moeten erbij zijn om die open te krijgen. Ja, ik moet echt wel zeggen, het oogt zeer simpel. Het is efficiënt, maar ja, chapeau.
Vrouwen handelen in thee, suiker, zout of vee. Met de winst sturen ze hun kinderen naar school en een deel gaat ook naar het huishoudbudget. In totaal werken 3000 vrouwen volgens dit systeem, of 160 kredietgroepen verspreid over 4 dorpen. Voor deze Maasai-vrouwen betekent microfinanciering de weg naar zelfstandigheid. In Merugoy ontwikkelt Trias een waterproject voor een dorp van 9000 inwoners. Trias herstelde de pijplijn naar het waterbekken, zodat het vee sneller kan drinken. En deze kraan voorziet sinds enkele maanden vers water voor de bevolking. Before Trias developed a point for human beings to drink water, they were all drinking this dirty water from the same place, all these ages, until 6 months ago when we made a different place for fetching water for humans. Vee is het grootste kapitaal van de Maasai. De koeien en geiten moeten kost wat kost gezond blijven. Daarom gaan ze verplicht elke week door dit bad met ontsmettingsmiddelen. Ndio, kwa sababu magonjwa mengi yanasababishwa na kupe na usipoogesha sasa yale magonjwa yanaendelea kuathiri mifugo. De Tanzaniaanse overheid had het koeienbad ooit gebouwd, maar het raakte in verval. Samen met de lokale partnerorganisatie PwC blies Trias het systeem nieuw leven in. De dorpelingen beheren het bad via een coöperatie. Voor elke koe die ze door het bad laten gaan, betaalt een boer 100 shilling of 5 eurocent. Om de ontsmettingsmiddelen te financieren gaf Trias enkele maanden geleden een startkapitaal van 150 euro. Een wereld van verschil voor deze nomadische bevolking. Voor Geertrui Windels betekent de Tanzania-trip de start van haar ambassadeurschap voor Trias. Wat mij het meest bijgebleven is, is eigenlijk een geïntegreerde aanpak. Dus ze zitten hier op kantoor en een stafmedewerker, of een van de stafmedewerkers, zijn er zeker drie, dat zijn Afrikanen. Eén is zelfs een Maasai. Dus die Maasai, ja, die weet beter dan wie ook de gevoeligheden, de noden, de tekorten. Die man heeft direct het vertrouwen van die groep. Die komt niet over als dat is hier ons een Europeaan die ons hier de les komt lezen. Very much true. I am a Maasai and I know the culture. And because of my knowledge of the cultural anthropology of the Maasai, I work with them according to the cultural system of the Maasai. And I facilitate meetings in such a manner that people make decisions about their own problem situations and develop their own solution to their own problems. Ik heb de Maasai's gezien in Kenia, maar ik heb ze natuurlijk nooit zo gezien. Ik ben toch heel bijna geschokt door de armoede die er is, maar ook tegelijkertijd verheugd over de pogingen die mannen en nu ook vrouwen doen om eigenlijk tot een hoger niveau van levensstandaard, tot een hoger niveau van levenskwaliteit te komen voor hun en ook voor hun kinderen.